Voor het eerst in al die honderden jaren dat de bibliotheek bestaat, is de hele collectie zorgvuldig schoongemaakt. Leer en perkament zijn geconserveerd. En op dit moment worden kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Op een gegeven moment zijn de omstandigheden waaronder die boeken bewaard worden niet goed. Toen hebben we moeten besluiten om die hele zaak beheersbaar te maken. We hebben toen alle boeken eruit gehaald. De zaak gedemonteerd tot op de kale muur. Geïsoleerd, luchtkanalen aangebracht. En toen weer het oude interieur in ere hersteld. Verklaring van Manuel Lopes over zijn familie die in de gevangenis ter inquisitie zit. 16 januari 1568. Dit kort, hè. Kijk, dit zijn dingen die wij hebben gevonden in de bibliotheek tussen de boeken. Veel dingen met sloten. Hier een hele mooie bedrukte perkamentenband. Kijk, dat is waar wij weer heel erg op letten. En hier een mooie linnenband. De boeken verhuisden van Nederland naar Israël omdat ze hier ten eerste bijzonder slecht stonden. Klimatologisch was het erbarmelijk. De boeken verkommerden daar ook van. En ten tweede was men toch wel bang dat men op termijn geen behoorlijke en bekwame bibliothecarissen meer zou kunnen vinden. En daarom is dat op een gegeven moment toch in langdurige, eigenlijk onbeperkte bruikleen naar Israël gestuurd. Om ze te bewaren als Joods erfgoed voor de toekomst. En ze hier niet uiteen te laten vallen. Vorig jaar hebben we deze boeken weer mogen terugbrengen eind van de zomer. En deze wachten nu op verdere bewerking. En hier heb je weer zo'n band. Dat is een, ja, dat is dan wat karton. Wat het ook niet meer erg goed doet. Als ze kleine boekjes hadden, dan was dat reuze lastig in de boekenkast. Dan hebben ze vaak een partij van dat spul naar de binder gebracht. En zegt, gooi me er even een bandje omheen. Nou, dan krijg je dus boeken van verschillende dikte, van verschillende grootte. Wat er ook erg veel gebeurd is, is dat er schade is berokkend door plakband. Ik verwarm het plakketje. En dan is het de kunst om zo weinig mogelijk van het materiaal mee te nemen. De boeken, er moeten gewoon, we hebben gerekend een half uur per boek te doen. En dat zijn uit de doos, dus uit de kast en weer terug in de kast. Lijkt me dat je ook wel eens dingen kan ontdekken. Ja, geschreven stukjes of kaartjes. Soms zit er een menukaartje in. Of je denkt van, hé, dat is een mooie, dan gaan we dat meteen aan, brengen we dat naar Abraham. Soms zegt hij ook van, oh nee, dat kan je zo overal kopen. Op Pesach gebruiken wij de Haggadah. Nou, de
De Haggadah is vaak heel interessant. Die is een van de meest gedrukte boeken in de Joodse boekenkast. En vaak zijn die diverse drukken ontzettend leuk vanwege de illustraties. Nou, ja goed, deze is ingekleurd en deze niet. Maar deze heeft een vrij ingewikkelde titelgravure met medaillonnetjes. En deze niet. Maar verder is het hetzelfde boek binnenin. Die van 1712. Die ziet er weer bijna hetzelfde uit als deze. Nou, dit exemplaar was hier gebleven. Die twee andere waren in Jeruzalem. Of die drie, ook die Venetiaanse. Deze uitgave alleen zweeft in de lucht. Het is al heel mooi dat je hem hebt. Het is ook nogal prijzig als je hem zou willen kopen. Antiquarisch. Maar hij valt pas op zijn plaats wanneer je die twee anderen erbij hebt. Op een dag. Ja, 300 boeken per week doen we nu. En hoeveel weken zijn jullie hier nog bezig? Als het goed is, tot eind juni. En hoeveel boeken hebben jullie dan in totaal gedaan? Nu lopen we eind april, moeten er 6000 klaar zijn. En dan daarna gaan we beginnen aan die banden die uit Israël zijn gekomen. Dat zijn er nog eens 3300. Dus dat moet dan eind juni klaar zijn.